ik heb er eigenlijk al vanaf kind af aan van gedroomd, van ooit een eigen achtbaan bouwen. Alleen ik heb er toen nooit durven dromen dat het al op mijn 25e zou gaan gebeuren. Want een achtbaan ontwerpen voor Legoland in Denemarken is niet niks. Het overkomt Romesh uit Meijel. In die zin vind ik het wel bizar eigenlijk dat ik zit nu nog in mijn derde jaar van werktuigbouwkunde en dat het zeg maar nu al is gebeurd. Zijn fascinatie voor de achtbaan begon op jonge leeftijd na het zien van de Python in de Efteling. Daarna volgde het bouwen van achtbanen met Kneks. Bijzonder zeggen sommige mensen dat je bent vroeger met Kneks achtbanen gestart en nu bouw je een achtbaan voor Legoland. Mijn Kneks hobby die is vroeger gestart met dit reuzenradje. Omdat ik wist als kind niet hoe je een reuzenrad moest maken. Dus toen zag ik ergens in een boekje van Kneks zag ik staan hoe je deze moest maken. Dus toen heb ik die gewoon van het plaatje nagebouwd. En van een klein reuzenradje komt in één keer een echte achtbaan van Legoland. Dus zo kan het gaan. Ja, dat is gekomen door mijn stage die ik in 2016 heb gedaan bij een Duitse achtbaanleverancier. Ik heb daartoe een onderzoek moeten doen naar hoe je het verkoopproces van achtbanen kunt verbeteren met behulp van een visualisatieprogramma, kan ik jullie zo laten zien. En uit het onderzoek bleek eigenlijk dat het zich zou lonen om met dat programma dus een achtbaan te ontwerpen en dan te laten zien aan de klant, voordat je zo'n achtbaan daadwerkelijk in een computer helemaal gaat doorrekenen en uittekenen. Ja, en daar kwamen dus allemaal positieve resultaten uit. En toen aan het einde van mijn stage vroeg mijn baas dus van zullen we dat eens een keer gewoon gaan proberen? En toen kreeg hij dus in oktober een aanvraag van Legoland binnen. En toen, zo is het gegaan. Vorig jaar, toen kreeg ik dus van mijn opdrachtgever onder andere deze tekening mee. Dat is, dat is echt gewoon een sfeer die Legoland dus wilde gaan uitbeelden met die nieuwe achtbaan. En voor de rest zat er een plattegrond bij. Een technisch plattegrond waar alle wegen en bomen en alles op stonden. En daar was een vakje open. En het was dus mijn taak van vul dat vakje in met iets van tussen de 280 en 300 meter rails, als ik me niet vergis. En toen was het zeg maar eigenlijk gewoon een beetje rollercoaster tycoon zoals we dat vroeger speelden. Alleen dan nu voor het echt. Het ontwerp moest strikt geheim blijven en mogen we dus niet laten zien. Wat we wel weten is dat de achtbaan de naam The Eagle heeft gekregen. Normaal stopt het proces voor een ontwerper bij het ontwerp, maar Romesh is van plan om het proces te blijven volgen. Maar omdat dit toch een beetje mijn eerste achtbaan is, wil ik wel gaan kijken in de fabriek hoe die gebouwd wordt en uiteindelijk geïnstalleerd in Legoland natuurlijk. Dus ik ga deze wel op de voet volgen. In 2018, bij het 50-jarig bestaan van Legoland, wordt de achtbaan in gebruik genomen. Romesh kan niet wachten.